vandaag ga ik iets heel zots doen. Ik ga 12 uur lang op pad met de grootste feest- en ambiancebeesten van Vlaanderen. Gunther, Davy en Chris van Tongelen, oftewel de Romeo's. En ze staan daar op het podium te repeteren, want wie weet winnen ze vanavond de Radio 2 Zomerhit. Ik sta ervoor. Het zal een drukke dag worden voor Annemie. De Romeo's moeten naast Blankenbergen ook nog in Buggenhout en Aardrijken optreden. Er zal zelfs een helikopter aan te pas komen om de heren op tijd terug in Blankenbergen te krijgen voor de uitreiking van de Radio 2 Zomerhit. Dankjewel. Maar jullie gaan naar binnen, hè? Ik weet het niet, hoor. Ik zou graag toch minstens één prijs winnen. Dat moet lukken. Ik zou er graag 3 winnen. Vorig jaar waren we 4 keer genomineerd vorig jaar. 3 keer. En niks gewonnen. Niks, maar nog aan boven. Niks. Wie was het jaar ervoor? 2. Eén keer ambiance en zomerrit. En zomerrit. Dat is wel de mooiste prijs, hè? Zomerrit. Ja, als we die vandaag winnen, is het goed, hè? Komt er dan een feestje aan Aardrijken? Is er dan nog een afterparty na die 12 uur? Nee, tussen Blankenbergen en Aardrijken. En jij gaat dat meemaken. Oh my god. Dat wordt het feestje. Schatje, ik ben nog lang niet thuis, nee, hè. Sorry, hè. Dag. Maar ze is een goeie. We gaan ze terug in één fase achteraf. Ja, dat zal nog heel terug. Je weet dat ons kunnen rekenen. Je zou mij hier moeten zien staan. Ik sta hier in zo'n goed gezelschap van Bandits. Dag jongens. Hallo. Van de Romeo's. Hallo. Ik moest mij al meteen even excuseren bij de Romeo's die ik daarnet dan oud genoemd heb. Sorry daarvoor. Maar ik zei het is oud tegen jong. En dit is echt heel jong geweld. Hè? Voilà, het is gewoon heel jong tegen gewoon middel, jong. Middel, ja. Middelmaat. Gewoon jong. Ja, gewoon jong, dat klopt. Allebei genomineerd in de categorie beste groep. Bandits, dat moet voor jullie een hele eer zijn, want ja, jullie staan wel tussen grote namen, toch? Ja, zeker. Het is fantastisch dat we daar mogen tussen staan. Dus, En ik hoor hier net Chris zeggen van de Romeo's dat jij hebt opgeroepen op Facebook om te stemmen voor Bandits. Wat is dat voor zottigheid? Ja, omdat we zoiets hadden van die mannen die verdienen dat. Wij zijn nog een paar keer genomineerd. Ah ja, zo doe je dat. Zo doen we dat. Maar dat was vorige week, hè, vooral het Nu kunnen ze niet meer stemmen. Nu kunnen ze enkel nog voor de zomer iets stemmen. Ja, dus ik denk nu dat Bandits ook hun fans gaat oproepen om voor ons te stemmen vanavond. Dat gaan we doen. Bij deze. Er wordt nog wel eens even zo speels gezegd van de jongen ten opzichte van de ouderen. Is dat een belediging voor jullie? Ik ben een hele oude natuurlijk. Geen belediging. Kijk, ziet dat af. Het konden allemaal mijn kinderen zijn. Maar jij bent echt een oudste. Je bent 46. Ja, dankjewel. Is er iemand van jullie nog 16? Ja, ik ben dat. Kijk, voilà. Ik heb al een dochter van 20, dus die kunnen allemaal mijn kinderen zijn. Dat is straf eigenlijk, hè? Misschien zijn dat wel allemaal mijn kinderen. Ja, wie weet. Maar kunnen jullie wel iets leren van de Romeo's? Oké, het is een heel ander genre van muziek, maar kunnen jullie iets leren van die mannen? Zeker. Wat? Zij doen ongelooflijk veel optredens. En van hier naar daar crossen en hoe dat ze dat doen, dat is toch wel iets om naar op te kijken. Ja? En ook, ja, zo alle drie zo stevig zingen, dus dat is ook wel... Zingen en blijven ambiance maken, ja. En bewegen en dat vooral. En daarbij dan nog die stemmen zo goed behouden zoals ze moeten zijn. Ga je nu beweren dat hun fysiek beter is dan die van jullie? Dat zou wel eens goed. Dat zou best kunnen, of wat? Best niet, maar staan en stil. Heb jij een tip voor de jonge garde? Blijven oefenen. En op tijd in bed? Nee, dat vooral niet. Nee, vooral niet. Vooral niet. Striptease hier aan de achterbank. Zie je, wat een prachtig lichaam. Striptease. Oh, kijk eens, wat een grote mannelijkheid hier naast mij. Oh, dat krijg je dan niet, hè? Van de repetitie in Blankenbergen start de reis naar het eerst geplande optreden in Buggenhout. Maar eerst overstappen in het officiële Romeo's tourbusje. Ik heb de indruk dat dit ook jullie kleedkamer is. Ja, we wonen hier eigenlijk. Ook echt waar, dat is geweldig. Ook nog een frigo aan zo. Nee, maar dat is niet echt... Deze is mijn plaats hier vanachter. Volledig, de achterbank. Altijd volledig, omdat ik slaap altijd s'nachts. Oh my god. Ja, en ik slaap hier altijd vanachter. En wie heeft de tweede bank? Chris of Davy. En dan Chris of Davy zit er van voor. Ik zit nooit vooraan. Kijk, zijn vitamine. Ja, zijn vitamine. Is dat uw vitaminepot? Mag ik eens zien wat dat is? Rechtstreeks uit Amerika.
Adult gummies. Ja. Ziet eruit als snoep eigenlijk. Dat is ook. Verdoken snoep. En dat helpt jou door de dag. Dat zie je. Door heel het jaar eigenlijk. Dankjewel. Alright, je denkt dus dat ik nog mee kan. Spannen moet dan hier, of hè? Natuurlijk, kijk eens hoeveel plaatsen er nog is. Hier gewoon twee plaatsen. Maar ik wil wel jullie allemaal samen, hè? Ik dacht dus dat het een grap was dat jullie de financiële knolse tijd gingen kopen, maar je hebt hem dus echt gekocht. Ja, we staan er ook in. Maar met wat? Ja, met ons. Dat weet ik zelf niet. Jij weet het ook niet. Nee, maar we staan er wel in. Dat weet maar ik. Is het vandaag? Is ja, het is vandaag. Het zal een klein bladje zijn, hè? Zo'n klein stukje. Dat weet ik nog niet. En op de tv-pagina, de radiopagina, de tv-pagina, de businesspagina. Ja, ik heb het al gezien. Ik heb het al gezien. Ah nee, dat is iets anders. Hebben jullie winst gemaakt? Nee, we maken er geen verlies. We doen alleen maar verlies. We doen zoveel optredens dat we terug in verlies terechtkomen. Kom. Er staat in hoeveel jullie deze zomer verdiend hebben. Nee, niet het begon. Dat mogen ze niet misschrijven. Ik heb gelezen in de boekjes, hè. Jij moet minder boekjes. Ik heb gelezen in de boekjes dat jullie deze zomer alleen al 197.000 euro gaan verdienen. Nee, nee. 50 optredens. Nee, dat is niet goed. Oh, amai. Ja, maar wij zijn of in een of ander gazet. Wij zijn met 10 man. Dus we moeten dat verdelen. Verdeeld door 10. Even tellen. Dat is nog veel, hè? Ja, hier. Amai, groot blad, joh. Achter een Viva de Romeo's. Mo. Kijk, dat is wel tof. Niet te geloven. Ja, twee, het grootste artikel eigenlijk van de gazet. Vergeet Stromae en Natalia. Voilà. De grootste publiekstrekker. Van Vlaanderen is een boysband op leeftijd. Die onder de naam de Romeo's liedjes zingt over feest, liefde en een stuk in onze frak drinken. Het geheim van een succes, wat geluk, een beetje tijdsgeest en flink wat zakelijk vernuft. Alsjeblieft, dat is het. Amai, mannen. Vlaanderen heeft jullie eigenlijk al die jaren onderschat. Door heel de heisa altijd in al die boekjes en toestanden over verdiensten en toestanden. Ja, was er iemand van de tijd die het idee had van ja, hoe zit het nu eigenlijk? Hè? En wat zit er nu achter? En wat is het idee erachter? En hoe komt dat? Waarom zouden de Romeo's succes hebben? Wat is daar het geheim van? Dat is eigenlijk een beetje de grote vraag. En is daar een pasklaar antwoord voor? Ja. Nee. Ik vind dat er zijn antwoorden op. Ik heb gewoon gezegd dat wij hard werken. Ons amuseren. En dat mensen, het publiek voelt dat. Dat we ons amuseren. Ja. En dan straal je dat ook uit, denk ik. Wat is het verhaal van de Romeo's? Het is begonnen met Romeo en Julia. Ja. Hij was Romeo, ik was Julia. En ik was Tybalt, maar het was wel tijdens Romeo en Julia. Ja. Jullie deden alle twee mee in de musical. Ja. En daar is het idee begonnen van mannen. David kwam een keer in mijn kleedkamer en zei, we moeten nog eens iets samen doen. Ik zei, wel, dat is goed. Ik zei, maar dan zouden we dat met drie moeten doen. Waarom drie? Gewoon. Ja. Zo met drie, dat leek zo. Hoe komt dat? Drie is zo een heilig getal ook, hè? Meestal zeggen ze drie, dan valt er één uit de boot. Nee, maar dat is gemakkelijk voor als je een beslissing moet nemen. Dus twee tegen één is altijd gewonnen. Maar hebben jullie moeten timmeren ook? Want ja, je kent dat, hè? Dan begint de zoveelste boysband, zal het wel geweest zijn destijds. Van hier zijn de mannen van familie, ze gaan nog eens proberen. Inderdaad. Is dat zo? Ja, absoluut. Dat is typisch Vlaams. Ik denk dat wij het in onze eerste jaren moeilijker hebben gehad dan een groep die vanuit het niks komt met drie onbekende gezichten. Het grootste voorbeeld is Viva de Romeo's. Dat blijft onze grootste hit en waarschijnlijk tot het laatste der dagen is nooit en wordt eigenlijk ook nooit op de radio gespeeld. Dan bedoel ik nationale radio. Dus dat is een schande zelfs. Echt zelf gemaakt. Ik heb die gekocht, die plaat. Hè. Dank je wel. Dat nummertje gedownload voor mijn kinderen. Maar snap je, dus, dat is het beste bewijs. Dat het ook niet hoeft en dat je nog kunt. En dat je moet gewoon vanuit je eigen sterkte vertrekken en blijven in geloven en je ding doen. En zo zitten jullie al 11 jaar samen in deze bus of is dat een nieuwe bus? Nee, deze bus hebben we nu 2 jaar. Ja, hiervoor was het hetzelfde busje, maar een andere kleur. Ja, maar nee, kleiner hè. En tot hier maar hè. Ja, dat was hier. Dus je had nog geen slaapkamer toe? Nee, daar zat zo'n muur tussen en eigenlijk Gunther die zat in de bak. Daar, in de bak. Gunther zat in de bak, dat was de muur tussen. We hebben één seizoen rondgereden met een gigantische grote mobilo. Maar een echte grote. Maar echt een immense. Maar het probleem was daar dat onze ex-chauffeur, die heeft het daar zo in uitgehangen dat iedereen dacht dat wij daar van alles in deden. Maar dat was eigenlijk onze ex-chauffeur en dan moesten die bus afgeven. En kennen dat? We hadden er niks mee te maken. Niks, nul. Nee. En wie is nu de chauffeur? Maurice. En wie is Maurice? Onze pa.
Dat is echt jouw papa. Ja, en sinds dat hij mee... De sekskabouter. De sekskabouter? Dat zou je even moeten toelichten. Want nee, helemaal niet. Maar sinds dat hij meegaat, ja, dan... is er iemand die mij goed in de ogen houdt? Dat is mijn eigen vader. Je hebt dat gevraagd, speciaal. We hebben het gevraagd. Jij gaat niet mee. Maar hij moet meerdere dingen kunnen. Hij doet techniek, hij moet chauffeuren, hij moet kunnen zwijgen ook. Dat is ook belangrijk. Mogen zien en zwijgen. Ja, maar ja, natuurlijk. Ja. toch? Het mag niks kosten eigenlijk, zal ik zo zeggen. Zeg maar, ik mag toch zeggen dat het een beetje een puinhoop is hier, hè? Ja, maar dan moet ik even direct op inhaken dat dat eigenlijk zeer uitzonderlijk is. En ik moet dat geloven. Ja, je zou bijna durven denken dat we het speciaal voor u gedaan. Ik zou durven denken dat het niet echt waar is, maar bon. Maar het is een hele drukke dag vandaag en we moesten zoveel verschillende outfits meepakken omdat we dan een beetje kunnen kiezen. Iets aan doen, iets proper. Ja. Allee, snap je? Dus, en je bent met drie, dus als elk al twee outfits mee, ja, dan zit al met zes outfits en kijk. Ja. Cassie's got a new plan, gotta get herself away. Well, I better act quick, yeah, I better change my ways. Please don't leave. We zijn er. Het was een gezellig anderhalf uur met de Romeo's in de motto. Dat was leuk, hè? Het was heel leuk. Maar Gunther moet heel erg veel pipi doen. Pipi doen. En sigaretjes mogen. Ja, ik doe pipi doen. Cassie's got a new plan, gotta get herself away. Well, I better act quick, yeah, I better change my ways. Well, maybe I'm wasting, maybe I'm chasing. We zijn er. Het was een gezellig anderhalf uur met de Romeo's in de motto. Dat was leuk, hè? Het was heel leuk. Eerst morgen pipi doen. Ik doe dat tegelijk. Multitasking. Ah, oké. Okay. Mogen we dat volgen? Nee. Jammer. Oké, mannen, waar moeten we naartoe? Ja, we gaan eens zeg eens, wat is jullie ritueel? Je komt toe en dan? En dan komen we toe. Oh ja, dan gaan die twee... Dat zijn twee zakers, joh. Ja, en, altijd? Nee, ja, altijd. Nee, dan komen we toe en dan moeten wij meestal, als we er nog niet geweest zijn, zoals hier, moeten wij vragen, kijk nu dat iemand dat eraan komt. Zeg, waar moeten wij zijn? Ah, daarbinnen, dankjewel. Ik heb eigenlijk zin om met jou aan dat klimding daar te klimmen. In het klimding te klimmen. Ja. Ziet dat jij de zomerrit? Oh, ik ga hier uitglijden. De radio zomerrit nu. Ik moet gaan halen. Kom ik prijs. Ik denk dat het ver genoeg is. Want ik durf daar nog niet meer vanaf. Kom, we gaan hier gezellig samen zitten. En dan kun je... Ja, dat is geleden van mijn vijfde, denk ik, dat ik dat nog heb gedaan. Voilà, er staan al twee fans te wachten. Oh ja, nu hebben we een overzicht. Voilà, nu een overzicht. Waar gaat het gebeuren eigenlijk straks? Ja, hier op het grote podium. Ja, jong. Dat is nu eigenlijk uw leven. Ja, dus in klimtouwen klimmen. Nee, ik bedoel ja. Optreden en zo en veel van huis zijn. Ja sowieso. Hè. Valt dat zwaar? Zo soms. Nooit thuis zijn in het weekend? We zijn wel eens graag thuis, maar als je dan thuis zit, dan heb je zo het gevoel... Ja, kleine zelfstandige die niet aan het werken is. Hè. Dat gevoel. Hè. Ja? Jij kent dat ook waarschijnlijk. Ik voel me dan schuldig dat ik niet aan het werken ben. Maar ik moet dat afleren. Hoe lang is dat geleden dat je nog eens een weekend hebt thuis gezeten? Een heel weekend, dat is jaren geleden. Echt waar? Maar af en toe valt het wel eens voor dat er een vrijdagavond of een zaterdagavond toch tussenuit valt of open blijft, om een of andere reden. En dat is dan heel raar. Wat doe je dan? Ja, thuis zitten. En proberen ook thuis te blijven. Ah, toch? Ja? Toch wel. Ja, niet zomaar even ergens naartoe gaan. En dan ook eens proberen om eens iemand van de vrienden of zo laten langs te komen. Alhoewel dat je dan soms ook graag alleen een keer bent. Het is altijd moeilijk. Ja. Het is moeilijk. Zeg, die madame, vindt je dat goed dat je nooit thuis bent in het weekend? Ja, die zou dat ook heel raar vinden. Als je er wel bent. Moest ik er wel zijn, maar ja, nu... Zij zit nu op deze moment in Parijs of in Amerika, een van de twee. Want die gaat u weliswaar verlaten. Ja, soort van. Ze gaat mee met Ian. Ja, en ze neemt ook de kleinste dochter mee. Man. Dat is nog het ergste van de hele zaak. Leg mij dat eens uit, hoe bespreken jullie dat? Worden jullie dan morgens wakker en aan de keukentafel? Nou, schat, hoe gaan we dat eens even doen? Hoe gaan we dat doen? Neemt jij de kleine mee? Nee, kijk, het ding, wij zijn... Misschien raar om te zeggen, maar geen doorsnee Vlamingen. Trouwens, voor bezit klopt dat helemaal, want dat is een Hollandse. Maar we zijn
Europa is altijd een beetje onze hof geweest. In plaats van Vlaanderen. Je ziet het groots. Ja, niet van groots zien. Zowel Brigitte als ik, wij hebben jaren in het buitenland gewerkt. Van mij weten vele mensen dat eigenlijk niet. Nee, of minder. Waar heb jij gezeten? Ik heb 3 jaar in Duitsland gewerkt en getoerd en gedaan. Musicals gedaan. Right. En Zwitserland en de Duits sprekende landen dus. En mijn madame ook. Maar die heeft een jaar in Parijs gewoond, die heeft een jaar in Wenen gewoond, die heeft in Londen gewoond. Want zij is choreograaf, hè? Ja, en vroeger was dat als danseres natuurlijk. Hè. Zij heeft heel veel musicals gedaan, ook showballet. Zij was ARD, Duitse televisie, showballet, ORF, Oostenrijkse televisie, showballet. Ik bedoel, dus ja, we hebben heel veel vrienden in het buitenland en we draaien er ook onze hand niet voor om even voor één nachtje zelfs naar Wenen te vliegen of naar Eenderwaar. Maar om nu te zeggen, ze gaat met uw kleine voor een jaar naar Amerika, dat is toch een ander verhaal? Nu is het iets verder. Maar dat is eigenlijk het is niet dat echt besproken geworden is van allee, we gaan ons nu een keer samen zitten. En, nee, dat is gewoon van wat er moet gebeuren, moet er gewoon gebeuren. En, dat is dan gewoon echt alles voor die carrière van Ian? Ja, maar ook allee, het feit, Brigitte, haar een droom is ook altijd geweest om in het mooie weer te kunnen vertoeven en te kunnen leven. Daar schijnt de zon. Dus je moet het nuttige met het aangename koppelen. Ja. En, voilà. Maar Lila Jane, hoe oud is ze? Ze is 8. 8 jaar, een jaar zonder papa. Jullie gaan waarschijnlijk nog wel eens af en toe over het weer vliegen. Ik ga zoveel mogelijk proberen over en weer te vliegen. Hè. Ook al is dat iets maar van een dag of 4, 5, ik ga dat gewoon doen. Maar dat is wel heftig zo, met een kleine schattenbol. Zeg, en jouw oudste kinderen, hoe oud zijn die? Mijn dochter is bijna 20, Laura. Wow. Toon, die wordt 16. Lilla is dan 8 en dan Ian Thomas, dat is mijn stiefzoon, die is 17. Hè. Zijn die allemaal fan van de Romeo's? Ja, eigenlijk wel. Ja? Ja, daarvoor niet van het genre, maar wel van de Romeo's aan zich en wat er allemaal mee gebeurt. Dat vinden ze toch wel interessant. Op de achtergrond, dus daar gaat het allemaal gebeuren, Gunther. Ja. Gaat dat nog met stress? De stress is er ondertussen al wel wat af, hoor. Al lang. Door de jaren heen. Ja, al lang. Ik bedoel, voor echte grote dingen is er nog wel wat stress en zo. Maar voor gewoon optredens niet eigenlijk. Is er een ritueel? Wat doen jullie voor een optreden? Vooral aan de whisky hangen? Of? Nee, vooral niet. Nee? Pintjes drinken? Nee, ook niet eigenlijk. Nee, niks speciaal. Wij zijn eigenlijk saaie mensen. Wij drinken koffie, water en cola. Zeg, krijgen jullie nooit een dip? Want je hebt nu een optreden. Je bent dus middag eigenlijk begonnen. Nog voordat wij jullie zijn tegengekomen, hadden jullie ook al een feestje. Dan zijn jullie naar Radio 2 gegaan. We zijn nu op de derde locatie. We hebben nog wat te gaan. Ik zou al een dip hebben, zo ongeveer. Maar ik denk wel zo'n middagdutje dat zou kunnen. In principe zou ik er straks geslapen hebben in het busje. Bijvoorbeeld een half uurtje even mijn ogen dicht gedaan hebben. Ah, ja. Maar aangezien jullie ons aan het volgen waren, was dat wel moeilijk. En ik nooit zwijg, wil je eigenlijk zeggen? Nee. En er weinig plaats was in het busje. Maar normaal durf ik me wel eens neerleggen, hoor. En een half uurtje slapen. Of ja. Zo. Ja. Want ja, ik denk dan maar, nu zijn we nog maar halverwege, doe het maar, hè, wat jullie doen. Ja. Hoeveel keer? 9 keer per weekend optreden? Dat hangt er vanaf. De zomerperiode is natuurlijk heel druk. Maar eens dat zo september voorbij is en we gaan naar oktober, november, dan zitten we aan een gemiddelde van 3 per week of zo. Want dus mensen zouden het vergeten dat jullie maandag ook nog op de set van Familie staan. Jij en Chris. Ja, dat zijn echt wel de zwaarste momenten, de maandagochtenden. Als we zondagsavonds hebben gespeeld, zoals nu bijvoorbeeld morgen, zijn we thuis om denk 3 uur of zo. Oh god. En maandagochtend om 8 uur terug op de set, dat piekt wel even. Dus je zit om 7 uur in de make-up? Pakt 8 uur of zo. Oké, en wanneer studeer je die teksten in? Ik heb ongelooflijk veel chance. Ik studeer dat ter plaatse. Niet gedaan? Ja, ik heb een heel snel geheugen. Ik kan gelukkig iets lezen en kennen. Wow. Anders is dat niet te doen. Anders zou ik dat moeten doen in het busken en zou Davy tegenspel moeten geven. Ja, amai. Zeg maar, het ritme waaraan jij leeft, hè? Waarop jij doorgaat en werkt, vooral heel veel werkt. Hoe krijg je dat gerijmd met een gezin? Met een vrouw die u wil zien. Met een kleine, met 2 kleine die u willen zien.
Ja, nu in de zomerperiode is dat heel moeilijk natuurlijk. Dat zijn altijd heel lastige periodes. Omdat wij hebben het enorm druk. De kinderen die zijn met vakantie. Maar ik probeer... Maar in de zomer draaien wij niet met familie. Dus zitten wij een maand eigenlijk dat we niet draaien. Ja. Dan ben ik overdag wel altijd thuis. Oh, oké. Okay. Dus ça va. Maar we kunnen bijvoorbeeld niet op vakantie gaan in de zomer. Dat is... dat lukt gewoon niet. Voelt jij je daar wel eens schuldig over? Dat je denkt, shit man, ik verwaarloos het ene omdat ik het andere wil? Of dat is niet echt verwaarloos? Ja, nee, ik verwaarloos ook niet echt iets. Ik heb ook niet dat gevoel of zo. Ik doe deze vak al, ik denk meer dan 20 jaar. Mm-hmm. Zij weten dat ook. Ja, ja. Charlotte, zij weet dat ik deze doe. Mijn kinderen weten dat ik deze doe. Soms zeggen ze, soms durft mijn oudste zoon wel eens te zeggen van papa, ik zie u zo weinig. Mm. Maar hij snapt dat ook wel. Jawel. Hij begrijpt dat ook wel. Mm-hmm. Van papa moet veel werken. Dus allee, die zijn er ook in opgegroeid. Nee. Ik denk dat. Ja, dat is niet om dat goed te praten of zo, maar dat geeft mij wel een beter gevoel. Ik denk wel dat ze dat snappen. Ja. En nu, hier vanaf geraken, dat is iets anders. Ik ga de paal. Ik ga aan jou het eer laten. We gaan de paal pakken. Pak mijn paal. Ik ben beneden. Oh my god. Ik kan dat echt niet, hè. Ik ga... Vang mij op, hè, beneden. Ik heb dat nog nooit gedaan. Dit is mijn dood. Goed vasthouden. Ik zweer het dat dit mijn dood is. Nee. Goed vasthouden. Oh my god. En nu moet ik mij hier gaan aanhangen, ja, of wat? Oh. Yes! Allee, go! Het zou fantastisch zijn, moesten jullie straks, laten we zeggen, rond een uur of... Ja, vanaf 8:30, laat ons zeggen. Laat ons vanaf 8:30, pak 8:15, als jullie dan beginnen sms'en voor de Romeo's. Ja, het probleem is, we weten niet naar welk nummer. Nee. Dus sms't maar, het maakt niet uit. Maakt niet uit. Gewoon even sms'en. Gewoon sms'en. Want het zou kunnen dat wij met het volgende liedje wel eens zomerrit zouden kunnen winnen. Het zou geweldig zijn, we zijn bij de laatste vier. Deze is voor Julia. Dit is een beetje zotte werken. Het is rock en roll met de Romeo's. Het bestaat echt. Kom, podium af. En eigenlijk binnen die half uur zijn we normaal gezien al in Blankenberg. Dat is geweldig. Van die aan het ander, laat ik ze zeggen. De mensen zouden een helikopter moeten hebben. Ja. Sowieso. Ja, dan moeten we nog veel liedjes zingen, jongens. Nog hard zingen. Is er al? Hey, maar juist, hè? Is er al? 10 minuten maar.
Let's go, jongens. Is voor alle Wendy's, voor alle Tamara's, voor alle Sabrina's, maar vooral voor alle Julia's en eigenlijk voor iedereen. Signed, sealed and delivered by the Royals! Ik kom ze alle dagen tegen, op elke hoek van elke straat. De ene stil en heel verlegen, de ander druk en aan de praat. In alle soorten, alle smaken, komen ze overal voorbij. Maar nooit wist iemand mij te raken, want ik was altijd liever vrij. Dat ik mij ooit zou overkomen, daarop was ik niet voorbereid. Je bent nog mooier dan in dromen. Hiervoor doen jullie het, voor die Radio 2 Zomerhit, toch? Ja, ja, ja. Absoluut. Ja, ja. Het is daarvoor dat we het doen, oké? Daarvoor was het. Ik wil meteen een naam. Wie gaat winnen? Royals. De winnaar van de Radio 2 Zomerhit 2014 is... Tu Fabiola. Featuring Loredana met She's After My Piano. Wel bedankt, minister president. Ja. Ze komen hier naartoe. Ja. Zie ze lachen, zie ze lachen. We hebben niet gewonnen. Zie ze lachen, zie ze lachen. Niks. Springen, niks. Kijk, ik zal die mannen nog troosten. Wenen. Er staat geen prijs gewonnen, maar... Weer niks. Het zal voor volgend jaar zijn. Zo erg is het niet. Ik ben echt teleurgesteld. Ja, jij wel. Hij ging er echt voor. Ja, maar Davy gaat er echt voor. Is dat altijd zo weer zo? Davy gaat er ook altijd voor. Maar ik ben ook wel een beetje teleurgesteld. Niet dat we deze niet gewonnen hebben, maar dat we niks gewonnen hebben. Dat vind ik spijtig. We hadden toch gehoopt op eentje. Maar zo in ambiance of zo. Ik denk als je drie keer genomineerd bent, zo dan als vorig jaar. Dan zou dat toch raar zijn. En je gaat naar mij niks naar huis, dat is belachelijk. We komen er meer. Revenge? Ja, we komen er meer. Ze zeggen wel derde keer goede keer, dus we komen volgens. Maar ik ga er wel niet mee komen. Hè. Maar ik blijf wel een beetje bij jullie vanavond. Dat mag toch, hè? Kijk, we gaan voor een gezonde, evenwichtige voeding. Heel belangrijk. Met de Romeo's. Ja. Welkom in de frituur. Op zaterdagnacht na een... 23 uur 13. Ja. Schoon uur. En Annemie, wij gaan het alleen leren. Ja, ja. Dat je gezond moet eten. Gezond eten. Dus zo houden zij dat vol, zomerlang. 50 optredens. Je eet niet graag frietjes. Een gezonde, evenwichtige voeding is belangrijk. Zeker als je het zo druk hebt. Dus wij zegt gaan meneer, kijk. Zegt meneer. Jongen, zeg dan zegt maar meneer. Het andere. Nee, een sigaret is een ander. Voor mij ook een gewone. Ja. Met tartaar. En een currywurst speciaal. Bunder. Een curry ketchup. Ja. Allee. Smakelijk, hè, mannen? Dank je wel. Smakelijk, hè. Merci. Zo, kom er nog eens ergens. Kunnen we het er beter niet een keer aanplakken? Waar zitten we ondertussen? We zijn op weg naar Aardrijk. Dank je. Ik denk dat we ergens... Janbeke? Waar zitten we hier? Janbeke? Janbeke. Dat is jullie laatste bestemming van de avond? Ja, buiten. Allee, voordat we naar huis rijden. Hè. Want dat is nog een keer in anderhalf uur. Het is ondertussen al 20 voor 1, hè. 00:36. De tijd vliegt voorbij. Met een foto van de kroost.
Je kids zijn altijd bij u, hè? Twee van de vier, samen. Dat heb ik vandaag van jou geleerd. Ja. Ze hebben allemaal veel kinderen, hè? Hij ook ja. Vier en Gunther twee. Jij bent echt wel met je kids bezig, hè? Ja, enorm. Een echt familieman, eigenlijk. Ja, als ik niet op het podium sta, dan is het vooral met de kinderen, natuurlijk, ja. En met mijn vrouw, hè. Ik geniet er wel van, want ik weet bijvoorbeeld morgen hebben we vrij tot een uur of zeven. Ja? En dan ben ik nu al aan het denken, wat ga ik doen? En dan denk ik dat we naar de speeltuin gaan, want ze geven denk ik morgen geen goed weer. En Bo is drie, die vindt het geweldig. Noah, die neem ik dan ook maar mee. Hoe oud is die kleinste nu? Noah is nu vier maanden. Jezus. Ja. Dus jij mag straks gaan slapen rond een uur of drie? Slaapt hij al door? Ja, ze begint nu, ze slaapt zo tot 6:30 nu al. Dat is al goed. Oef. Maar ik moet zeggen, Sascha is nu eerder thuis dan ik. En dan staat zij wel op morgen. Als zij eerder thuis is, dan staat zij eerder op. Ja, ja, ja. En dan, ik denk dat ze me morgen laten liggen, want het gaat nu 4:00 of 4:30 zijn eerder we thuis zijn. Pjoe. Want dat vond ik heel frappant. Je zegt dat ik die prijs niet heb gewonnen. Ja. Vind ik nog het ergst voor... Ik vind het gewoon erg voor mijn dochter. Maar een beetje raar misschien, maar het is wel zo. Omdat ik met haar aan het sms'en was. En ik zeg, hoe oud is ze? Ze is 12. Ze gaat nu naar het eerste middelbaar. En ik was aan het sms'en en ik zeg, papa komt... Ze vroeg, wanneer kom je nu? En ik zeg, zo meteen, schat. En ja, we waren drie keer genomineerd. Dus drie keer heeft ze moeten zien van, ja, net niet. Dus, ja, dan doet jouw hart eigenlijk ja, voilà. Dan, want zij is dan mee aan het kijken thuis. Ze is dan mee aan het supporteren. En dan wil ik gewoon tegenover mijn dochter graag dat we iets zouden gewonnen hebben. Nou ja, eigenlijk is het wel straf. Ik heb dat ook tegen de andere mannen gezegd. Jullie hebben eigenlijk wat chance met jullie vrouwen, hè. Dat jullie dit kunnen en mogen doen. Ja, ik moet zeggen, Sascha laat mij hier volledig vrij. Die staat er zelfs achter. Die vindt de Romeo's ook... ze laten uw collega's wat boeren. Dat zijn vettige varken soms. Nee, maar die staat er volledig achter. En die ziet de Romeo's ook graag bezig. Dat is leuk. Ja, ja, want uiteindelijk staan hier straks toch ook weer heel veel madammen. Ja. Van alle leeftijden, dat is waar. Ja. Hè? Van jonge meiden tot moeders, tot oma's. Die jullie staan te begeren op dat podium. Dus eigenlijk dat vertrouwen, dat is 100%. Ja, absoluut. Ik moet zeggen dat er inderdaad 100% is. Maar ze mag ook op haar 2 uur slapen. Ja. Ik zeg altijd, ik ben genezen. Hè. Genezen. Ik ben ook volledig genezen. Want dat is de reputatie die je wel nog altijd een beetje hebt. Hè. Jij bent de vlierenfluiter van de Romeo's. Ja, de verleider, de playboy. De... Ja, maar ja, die reputatie heb ik een klein beetje ook aan mezelf te danken. Aan mijn verleden. Maar ik moet zeggen, dat is heel erg hard. Ik ben heel erg hard gekalmeerd. En... ja, dat voelt goed. Ik voel me eigenlijk zeer gelukkig nu. Ik heb het gevoel dat alles in evenwicht is. Niet alleen mijn privéleven, maar ook met de muziek en met de Romeo's. Ook mijn concept met Sascha. Met Sascha en Davy, waar ik samen met haar zing, loopt allemaal prima. En als ik zo kan blijven verder leven zoals het nu is. Ja. En samen met mijn kindjes oud mag worden. En er ook later... voor mijn kleinkinderen bij wijze van spreken dan ook nog mag zijn, dat zou toch schitterend zijn. Is dat ook gewoon zo die eerste 5 jaar, dat overkomt je zoveel en je bent plots zo bekend dat je ook niet goed weet hoe je daarmee moet omgaan, ook met die fans? Wel, misschien wel. Zoiets van, zoals Crusoe vroeger ook heeft meegemaakt, dat waren de helden en de vrouwen vielen flauw voor hun, bij wijze van spreken. Misschien wel, misschien heeft dat er zeker mee te maken, maar ik denk... In mijn geval moet ik het daar niet op steken. Ik denk dat ik vooral... Je ziet vrouwen mogen Maar ik zie ze nog altijd graag. Maar ik denk dat mijn verslaving voor die bepaalde aandacht zo groot was... dat ik daar moeilijk aan kon weerstaan. Ja. En het jammer is dat jij een bekende kop bent. En dan staat dat natuurlijk overal uitgeschreven. Ja, ja. Maar ja, er zijn misschien ook dingen die op mijn pad moesten komen. Hè. Ik denk soms, alles heeft wel... Heeft misschien een reden. Misschien zijn er een aantal dingen in het verleden gebeurd die op mijn pad moesten komen. En om nu te weten van wat ik eigenlijk werkelijk echt wil in mijn leven. En, maar die 4 kinderen zie je ook, dat zijn jouw kinderen. Absoluut zijn dat mijn kinderen. Ik, dat is samen met mijn vrouw het allerbelangrijkste in mijn leven. Hè. En ik zal er ook alles voor doen dat mijn 4 kinderen nooit iets tekort gaan hebben. Voel jij je soms wel schuldig dat je te weinig thuis bent? Of dat je wat minder aandacht voor de ene hebt of dan voor de andere? Het is sowieso dat ik sowieso wat minder tijd heb voor de een dan voor de ander, omdat de situatie dat een klein beetje meebrengt. Ik heb Bo en Noah permanent samen met Sascha bij mij. Mijn andere kinderen samen met Maxime zijn er niet altijd. Maar ik heb wel zoiets van, als de momenten als ze er dan zijn, dan probeer ik me daar 200% op,
op te focussen. Ja. Waardoor dat die tijd dan zoveel meer waard is soms dan dat ik ze elke dag bij mij zou hebben. Dus in die zin denk ik echt dat ik nog heel veel mooie momenten met al mijn kinderen ga beleven. Komt er nog een vijfde? Nee. Zit je daar zeker van? Ja, ik ben heel zeker. Ja. Ja, omdat ik zeg altijd, ik moet er eens dringend de knoop gaan in laten leggen. Maar je durft niet. Maar ik durf voorlopig niet. En het is eigenlijk mijn collega, de Chris, die gezegd, allee, ons mannen gaat er nu de knoop in leggen. Maar ik ben eigenlijk stiekem aan het wachten totdat Gunther zegt van, allee, kom jongens, en weg, dan kunnen we met twee gaan. Want ik heb gehoord dat die verplegers, Chris lag daar zo met zijn spel, en dat die verplegers allemaal een kijkje komen nemen. Ik heb dat is tof. En ik heb nogal complexen. Dus dat is voor, je gaat het op de lange baan schrijven. Maar dan ga ik het... Nee, ik moet dringend een afspraak maken. Dat zeker niet meer kan gebeuren. Maar je bent 38, zou je niet toch nog een beetje wachten? Nee, Sascha is voor Sascha dat is de vrouw goed. Van je leven, je dat weet is, dat het... Dat is ze. Heel zeker van. Ik denk dat wij samen zoveel hebben meegemaakt. Ja, maar we zijn daar doorgespart. Ik ben blij dat ik thuis nog binnen mag. Ja, dat is waar. En, ja. Ik denk dat dat inderdaad de vrouw van mijn leven is. Heerlijk. En dit is jouw job van je leven? Dat is een job van mij. Ik vind het fantastisch. Je bent een contente mens. Ja, nu wel. Ik doe niks liever dan voor de mensen liedjes zingen. Ik hou van mijn publiek. Het klinkt heel pathetisch, maar het is zo. Ik ben een Vlaamse zanger. Ik ben trots dat ik een Vlaamse zanger mag zijn. Niet meer of niet minder. En af en toe nog zo'n prijs winnen. Dat zou leuk zijn. Vandaag een beetje teleurstellend, maar... Ach, je krijgt een mooie uitzending op TVL. Ja, dit gesprek maakt veel goed. Oh. Ze biedt nog optreden, mannen. Ja. Allee, zijn we in vorm. Chris moet plassen. Hé, hey, maar je zet hem nog niet weg, hè? Nou, bijna, hè. Je ja, moet ze biedt het podium op en dan scheiden we onze wegen. Dat is een eigenlijk al afscheid dat nemen. Ja, wel, dat is goed. Hé, hey, merci. Voor de reportage. Ja, merci. Dankjewel. Volgend jaar wint je dat, hè, Krijske? Het is te open, zeg. Amai. Voor minder gaan we niet zinnen. En voor mensen die niet weten wat ze moeten doen, dus naar het... 31 oktober. Lotto Arena. Lotto Arena Antwerpen. Ons festival. Beste feestje van het jaar. Dun 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 d